Vanaf het moment dat mijn vader verdween, lag er een jaar lang sneeuw in Beijum. De aanhoudende kou vormde een laagje ijs rondom het hart van de mensen. Het was flinterdun en fragiel, als het kwetsbaarste kristalglas. En de mensen waren bang dat als ze moesten niezen, hun hart uit elkaar zou spatten. Je vader zal het niet geloven, zei mijn moeder. Als we hem een foto zouden sturen, zou hij het nog niet geloven. Je vader zou erom lachen. Nhung, welkom hier in je pop-up store, speciaal voor vandaag, voor de lancering van jouw debuut, Duizend Vaders. Heb je dat zelf bedacht? Ja, ik heb het bedacht met een regisseur waar ik veel mee werk, met Koos Sterpstra. En we dachten van, nou god, het is zo leuk om, ja, je hebt dan 4 jaar aan zo'n boek gewerkt. En dan om toch iets bijzonders te verzinnen voor jou en je vrienden en collega's die je toch maar zo weinig hebt gezien afgelopen jaren dat je aan het schrijven bent. En toen dacht ik, hoe leuk zou het zijn dat je gewoon voor 1 dag een pop-up store verzint waarin alleen dat boek te koop is. Hier in de Kinkersstraat nummer 12, wat vandaag de winkel is van Nieuw Dam. De winkel waarin maar 1 product verkocht werd. Ik heb samen met Erik Versauwens en Hans Sibbel vandaag boeken mogen verkopen. En we hoorden onszelf de zin zeggen, kijk even rond. Terwijl ja, dat is maar 1, dat was maar 1 boek. Maar goed, dat hebben we tot nu toe gedaan. Maar het wachten was natuurlijk op het moment. En dat is nu namelijk de officiële opening, Nhung, van jouw boek. Terwijl je nog een kaasstengel in je mond steekt. En waarom niet? Want ja, je houdt van eten. Goed, als kind heb je jezelf de belofte gemaakt dat je in ieder geval een boek wilde schrijven. Ja, ik hou mijn hele leven al dagboeken bij. En ben ik actrice geworden, ben ik naar de toneelschool gegaan. Maar ik las het een paar jaar geleden weer terug. En daar stond heel duidelijk in van, ik hoop zo dat het lukt om op een dag een boek te schrijven. En waarom dan een boek? Wat is zo magisch aan een boek? Nou, ik denk dat ik ben dan in Beijum opgegroeid, in Groningen, een buitenwijk van Groningen. En dat je een kleine wijkbibliotheek. En ik snapte niet veel van wat er om me heen gebeurde, zowel thuis niet als in de omgeving. Maar als ik in de bibliotheek was, dan kon ik me echt verliezen in al die verhalen. En dan begon ik iets beter te snappen van mensen en van de wereld. En dat was een wereld waar ik gevoel had, daar wil ik bij horen. En ik denk dat daar ergens is iets gebeurd van, nou, als ik dat kan doen op een dag met taal, dat leek me gewoon het machtigste van alles. Je hebt echt een prachtig boek geschreven. Het is een soort sprookje, magisch realistisch, maar het is ook vreed. Ja. Er zitten vrede stukken in, maar het is dusdanig licht en zacht geschreven dat die vreedheid zeker niet de boventoon voert. En er heel veel elementen in uit je eigen leven. Het gaat over, de hoofdpersoon heet ook Nhung. Ja, ja. En is dochter van 2 Vietnamese bootvluchtelingen. Waar houdt het autobiografische element op? Nou, ik vind het wel, het is grappig dat je dat zegt, want het is wel, ik vind dit een van de moeilijkste vragen van, is het autobiografisch of waar eindigt het realisme en waar begint het fictieve gedeelte? Ja. En ik wilde wel de elementen gebruiken die uit mijn leven komen, om daar optimaal dit verhaal te vertellen. En ik dacht van, hoe ver kan ik gaan om die grens op te zoeken? Dus daarom heb ik ook het hoofdpersonage Nhung genoemd, ja, mijn eigen naam. Hoe ver kan ik daarin gaan om toch, als je dat dan zo wil noemen, autobiografische elementen te gebruiken, om daar optimaal een gefictionaliseerd verhaal neer te zetten. Mij is ook gevraagd om wat te zeggen, doe ik ontzettend graag. Kijk, het is zo moeilijk om van een goede vriend of een vriendin of een kennis iets te zeggen over wat hij gemaakt heeft. Dus het is ontzettend moeilijk om van goede vrienden, om echt eerlijk te kunnen zeggen, premières zijn, om die reden vreselijk. Je kan niet echt eerlijk zijn. En daarom, ik heb het boek namelijk gelezen. En het godsgeschenk is, het is fantastisch. Hoe gaaf is dat voor mij? Ik kan gewoon eerlijk zijn. Ik kan gewoon eerlijk zeggen wat het was. En de titel, hè, Duizend Vaders. Is dat omdat overal wel een vader in schuilt? Of heeft dat ook nog te maken met de quote van John F. Kennedy van success has 1,000 fathers and failure is an orphan. Ik zat een beetje te zoeten. Goed, wat goed dat je die link legt. Nee, ik heb hem zelf iets meer bedoeld van het eerste wat je zei. Duizend vaders, dat ik natuurlijk, moet je voorstellen dat je dus denkt, ja, oké, als je het hebt over identiteit, wie is je vader, wie is je moeder en wat is het land waartoe je behoort en bepaalt dat wie jij bent. Ja. Maar voor mij vallen die grenzen weg, want ik zie er Vietnamees uit, ik voel me 100% Hollands, maar ik had ook een Amerikaan kunnen zijn of een Française. Dus op het moment dat dat personage in het boek, die zoekt kosten wat het kost, tegen de klippen op, terwijl ze helemaal alleen is, wat is een vader? Ja. En dat is een vraag die mij enorm gefascineerd heeft. En dat heb ik geprobeerd in het boek te stoppen door dat naar een hoger niveau te tillen van ja, de 1000 vaders, wat het allemaal zo, waar zit het hem in? Wie bepaalt wie jouw vader is? Was het dan ook nog heel, ergens ook weer niet heel moeilijk om de werkelijkheid los te laten? Omdat je dan misschien bang zou zijn dat je de, ja, je ouders misschien geen eer aan zou doen? Ik kan in mijn dagelijks leven heel erg behulpzaam zijn en heel lief en heel mezelf totaal wegcijferen. Maar in de kunst denk ik, dan moet alles voor het plot, als dit de beste weg is om in te slaan voor het plot, dan moet ik die weg inslaan. En daarin vind ik dat je geen concessies mag maken. Wil je het verhaal optimaal schrijven. En anders is het niet waard om gepubliceerd te worden of gespeeld te worden of geschilderd te worden als je die concessie maakt. Je ouders, hebben ze het gelezen? Mijn moeder spreekt heel weinig Nederlands, slecht Nederlands, en ze kan geen Nederlands lezen. Mijn vader die komt vandaag voor de presentatie speciaal uit Vietnam gevlogen. Ja. Dat heel bijzonder is. En ik weet niet of hij het gaat lezen. Ik vind dat wel spannend. Hoop je dat ze het gaan lezen? Nou, ik hoop... wat nog mooier zou zijn, is stel dat het opeens... nou, toch zo gewaardeerd wordt dat het een vertaling mag krijgen, bijvoorbeeld in Vietnamees. Ah, ja. Dat is wel een soort van... dan is het cirkeltje echt wel rond. Ik dacht, wauw, dat zou wel echt heel mooi zijn. En ieder nieuw woord werd een liedje. En ieder nieuw ding moest geproefd en verteld. Je probeert toch via kunst te begrijpen waar je vandaan komt. Wie je vader is, wie je moeder is. En dat ik eigenlijk juist... ik dacht van nou, mijn moeder die slecht Nederlands sprak en voelde dat, dat het zo moeilijk is om je staande te houden in een maatschappij als je taal niet spreekt. Toegedekt of op schouders rondgedragen. Dus ik dacht, als ik zorg dat de taal zo machtig wordt, dan kan ik alles. Zo'n gevoel had ik. En dan heb ik nou juist net een boek geschreven door hen beter te begrijpen. Maar dan heb ik me zo ontwikkeld in de kunst dat ik iets heb gemaakt wat zij niet zullen begrijpen. Nee. Dus daar zit een rare paradox in, wat ik zelf nog niet helemaal over uit ben hoe ik me daartoe moet verhouden. Ben je zelf toch nog wel eens terug geweest naar Vietnam trouwens? Ja, ik ben wel eens als kind meegegaan toen mijn ouders familie gingen bezoeken, want daar weet ik weinig van. Maar ik ben in mijn volwassen leven nog een keer teruggegaan, ben ik doorheen gaan reizen. Maar dat is zo raar, want ik spreek de taal. Ik ben helemaal met de normen en waarden opgevoed. Ik eet dat eten. Maar je ziet aan een kilometer afstand dat ik niet de bouw heb van een Vietnamese vrouw. Want die vrouwen zijn echt allemaal... nou, ik heb echt het postuur van een... iemand zei tegen mij, het postuur van een vrouw die 5 kinderen heeft gebaard. Het zijn allemaal... het komt er vast door de pindakaas en melk wat ik hier heb gedronken, gegeten. En het rare is dat ik daar doorheen liep. Ik dacht van, dat is heel raar. Dit is niet mijn land. Nee? Ik snap het. Ik spreek de taal, maar dit is niet waar ik vandaan kom. En dat heb je hier dan wel in Nederland? Ja, ik miste ook Nederland ook echt. En heb je dan ook het gevoel dat je nu, want je doet inderdaad echt heel veel dingen. Het gevoel ook dat je een beetje het moet goedmaken voor je ouders in jouw leven? Ik voel wel degelijk dat ik merk van ze hebben zoveel opofferingen moeten doen. Zodat ik dan een goed leven zou hebben. Dat ik wel een enorme druk voel van dan moet ik ook iets maken van mijn leven. En ik voel dat ik het geluk moet vinden niet alleen voor mezelf, maar bijna voor de generaties hiervoor ook. Ja, heel mooi gezegd. Ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd en heel veel plezier zo dadelijk bij de presentatie. Zou je alleen nog één dingetje willen doen en dat is een stukje voorlezen? Oh jee, ja, dat is goed. Primeurtje. Dankjewel. Dankjewel. Ik keek naar de sneeuw. Alle sneeuw van de dijk tot aan het einde van de rivier. En moeder had gelijk. Zelfs als de beste schilder er een kunstwerk van maakte en het in een museum hing. Zoveel sneeuw kon alleen maar in je fantasie bestaan. Ja. Hij zou erom lachen. Om de sneeuw, om de kou en om wat wij geworden waren zonder hem. Dankjewel. Dankjewel, fijn dat ik er mag zijn.